Deze beschouwing die is naar aanleiding van iets wat mijn dochter zei. Die was een week geleden hier bij mij. We hebben samen gekookt en samen gegeten. En ik heb gewonnen met schaken. Ja, ik ben ook 40 jaar ouder dan zij. Dat zegt trouwens niks. Want ik verlies altijd, zo goed als altijd, van een meisje van 13 uit India. Nee, mijn dochter was bij mij en die vertelde iets over haar vrije tijdsbesteding. En dan ging ze naar lezingen van deze en gene. En het onderwerp was dan ja, dingen van feministische toestanden. Zoiets als de gender pay gap. Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen. Waarop ik eenvoudig zei van ja, vrouwen doen werk en dat verdient in de regel minder. Verzorgende taken en zo. Dat is ook belangrijk werk, maar nou, niet zo stressvol, hè? En mannen die kiezen voor dingen als offshore en ja, noem het maar op. Die, zelfs gevaarlijke beroepen. Stressvolle beroepen. En dat verdient meer. Moet je ook af en toe keihard werken. Maar ja, het verdient meer. Ja. Ja, zei mijn dochter, dat bedoel ik niet. Zelfs als vrouwen in dezelfde functie zitten, dan verdienen ze minder. Ah. Nou, dat heeft ermee te maken ook, dat was wat ik toen zei, is dat mannen bij salarisonderhandelingen gaan ze meer op een strepen staan dan vrouwen. Want mannen staan meer op een strepen. En die dwingen dus een hogere vergoeding af. Dat is een verklaring die, denk ik, hout snijdt. Want er begon mijn dochter in de contra. Ja, dat kind is ook inmiddels 19. We leven nu in 2019. Dat is heel handig met mijn dochter. Die is precies zo oud als dat het jaartal minus 2000. Die is geboren op 21 december 1999. Ja, zei mijn dochter. En die wereld ook van die mannen die allemaal zo alfa zijn en lalala. En toen begon ze daarover. Daar waren we een beetje het onderwerp kwijt. Daar geeft het over. Oh ja, over mannen die zelfmoord plegen. Dat doen mannen meer dan vrouwen. Hè? Een aantal zelfmoordenaars. Dus ja, als je dat vergelijkt van de 10 zelfmoordenaars, 8 zijn er man en 2 zijn er vrouw. Zoiets. Maar dan terug naar het onderwerp van die salarisongelijkheid, beloningsongelijkheid. Ik zat er later eens over na te denken. En ik denk van ja. Maar kijkend naar vrouwen, dan mis ik zoiets als collegialiteit. En dan zou je de oude Socrates gelijk zeggen, ja, wat is dat dan, collegialiteit? Nou, dat is denk ik moeilijk aan te geven wat dat nou precies is. Dat is net zoiets als geluk. Wat is geluk? Iedereen wil gelukkig zijn, maar wat is nou geluk? He? Iedereen streeft naar geluk, maar wat is dat dan? Zoiets heb je met collegialiteit ook, want wat is dat nou? He? Dat is voor de rest niet erg dat je het begrip collegialiteit niet zo 1, 2, 3 kan neerzetten. Maar, of, nou, dat is niet zo erg, want, moet ik zeggen, je kan het hebben over wat collegialiteit niet is. Wat is niet collegiaal gedrag? En dat gedrag wat collegiaal
gedrag niet is, ja, daar weet ik voorbeelden van. Dan heb ik al een beschouwing gehouden over vrouwen op het werk. En dat waren dan voorbeelden van, ja, absoluut oncollegiaal gedrag. Hè, zonder meer. Gewoon, er is geen discussie over mogelijk. Dat is oncollegiaal wat er dan gebeurt. En het waren overwegend vrouwen. Die in mijn werkende leven dat gedrag vertoonden. Wat oncollegiaal was. En er waren in mijn werkende tijd, ja, niet dat ik al met pensioen ben, maar ik ben al bijna 60. Dus ik heb er ook al heel wat jaartjes gebuffeld. Er zijn ook wel wat mannen geweest die mij geintjes hebben geflikt, moet ik zeggen. Maar er waren er 2 of 3 of zo. Er waren ook mannen die konden hun taak niet aan. Ja, maar dat reken ik niet tot oncollegiaal gedrag. Het gaat mij erom dat je dingen doet die, ja, waarvan je weet dat, dat je daar een ander mee een loer draait. Hè? En dan geen sorry zeggen en zo. Hè? Dat is oncollegiaal. Enkele mannen en stapels met vrouwen. Al rotgeintjes uitvreten. En dan kijk ik naar mijn leven buiten het werk om. En dan zie ik ook oncollegiaal gedrag van vrouwen. Dat is heel verschrikkelijk. En ik denk, potverdorie. Het is, lijkt het wel, overal. Terugkijkend dan, hè? Ik zou een voorbeeld noemen, dat was met mijn zus. Die vraagde mij, kan je een website voor me maken? Ja, dat is dus geen werk of zo, dat is voor je zus. Nou, dat doe je dus voor niks. Ik zei, ja, dat kan wel. Maar dan moet jij een ontwerp maken. Ja. Even zeggen hoe het eruit moet zien. Ja. Als ik dat maak, dan maak ik dat op de hand, zullen we zeggen. Het is niet zo dat ik naar WordPress ga en dan kies je een template en dan vul je wat in. Dat mijn zus dan zegt van, oh, ik vind het wel een beetje erg rood. Heb je ook iets wat meer blauw is? Dan zeg je, nou, dan ga je even die template-bibliotheek doe je open. Er zitten 30 templates in. Dan zeg je, nou, wil je die? Dan doe je klik, weet je. Ja, zo werk ik niet. Nee, dat wordt allemaal netjes uitgecodeerd. Dus dan moet je even een ontwerp maken. En dan de kleuren kiezen. En dan van die kleuren schrijf je de kleurcodes op. De RGB, rood, groen, blauw code. 3 getallen zijn dat. 43, 68, 79. Nou, dan weet ik, dat is dan. Zal iets van een beetje blauwachtig zijn. Tegen paars aan. En ze zei, ja, nou, ja, er kwam er niks uit. En waar blijft die website nou? Waar blijft die website nou? En dan denk ik, ja, dit is dus oncollegiaal. Want ik heb tegen jou gezegd, van, kom met een ontwerp. Dus dan moet je tegen haar zeggen, ja, ik zit te wachten op jouw ontwerp. Nou, toen kwam de hoge nood kwam eruit. Ja, dat kan ik dus eigenlijk niet. Ik moet het gewoon voor me zien en dan kan ik zeggen of ik het mooi vind of niet, of zo. Hè? Ja, en, schatten, dan kan ik verder niet zoveel voor je doen. Maar, dan heb ik het mooi gemaakt. Ik ken een professioneel grafisch ontwerper. En die man die ken ik al jaren, sinds de jaren 80 van de vorige eeuw. Die wilde wel, die zal ik wel, ik denk dat ik die kan porren. En dan moet je naar hem toe gaan en dan ga je daar vertellen wat je allemaal wil. En dan maakt hij een ontwerp voor je. En die man die maakt de mooiste dingen, vind ik zelf. Hoor. Echt super chic. Ja, niet per se één stijl, dat vind ik ook zijn kracht. Hij past zijn stijl aan het product wat verkocht moet worden. Ja, een grafisch ontwerper gaat altijd in de commercialiteit, in de marketing. Ja.
Oh, zei ze, dat lijkt me wel, ja. Hier boven mij wordt verbouwd. Een centrale verwarming aan het aanleggen. Ja, dus dat duurt. Nou, een paar van die harde knallen en daarna gaan ze weer boren. Dus dan valt het weer mee. Aardige jongens. Hoor. Collegiale jongens. Dus, één groot feest daarboven. En een gein dat ze maken, man. Ja, terug naar mijn zus. Ik die man gebeld. En zegt ze, hé Paulus, wil jij even ontwerp maken voor mijn zus? Ja, zei hij, dat doe ik wel. Ik zei, ja, mijn zus heeft niet veel geld. En Paulus zei, ja, dat maakt niet uit. Daar maken we wel een bedragje voor. Nou, you believe me, dan doet Paulus het zo goed als gratis, hoor. Of voor een fles port of zo, hè. Krijgen een profi-ontwerp. En Paulus zei, nou, laat hem maar langskomen. Ja. Zei, wanneer kan je? Nou, zei Paulus, kan bijna elke dag. Want hij was toen met pensioen. Ja. Oudere man. Ja. Dus hij mag het zeggen. Ze mag komen wanneer ze wil, eigenlijk. Ja. Ik moet alleen even weten van tevoren. Ik zei, nou goed, ik heb mijn zus gebeld. Ik zei, nou, Paulus vindt het goed. Wanneer wil je langskomen? Waarop mijn zus zei, langskomen? Langskomen? Ja, maar daar heb ik geen zin in. Hij komt maar naar mij. Dat vind ik oncollegiaal. Want mijn zus werkt in Amsterdam. En Paulus woont in Amsterdam. Dus ze moet voor de werk, 4 dagen in de week of zo, moet ze naar Amsterdam. Ze heeft zo'n trajectkaart. Of zoiets. Dat heeft ze ongetwijfeld geregeld. En ze kan ook, als ze dan een keer een korte werkdag heeft, dan kan ze om 4 uur 's middags eventjes naar Paulus gaan. Huh? Want die zit vlakbij het Amstelstation. Dus nog geen 10 minuten lopen. En als je de Amsterdam een beetje kent, het Amstelstation is een heel bekend station. 10 minuten met de trein vanaf Centraal. De metro in 7 minuten. Of zoiets. En ze zegt, nou, hij komt maar naar mij. Ja, mijn zus woont dus in Haarlem. Oh, ja, dan ga ik alweer bellen. Ik weer bellen met Paulus. Paulus, als het niet is goed, dan ga ik wel bij haar op bezoek. Vind ik ook goed. Nou, ik maak die afspraak. Doorgebeld met mijn zus. Nou, dat was allemaal prima. En dat was ergens in januari, februari. 1 dag voor de afspraak breekt de pleuris uit in Nederland met sneeuw en ijzel. En hele gemene temperaturen onder nul. Waarop Paulus mij belt de dag van tevoren en zegt van nou, vandaag zijn er allemaal treinen uitgevallen. Ik ga het risico voor morgen niet nemen. Ik ga niet naar Haarlem morgen, ik ga morgen helemaal niet reizen. Alleen die wandeling naar het Amstelstation, hè? Dat is dus 1 grote gladde boel buiten. Gladde boel buiten. Dus, ja, liever niet. Hè? Zullen we even wachten tot de dooi is ingetreden? Ik zei, ja Paulus, ik begrijp het. Dus ik bel mijn zus op. Ik zei, nou, met dit slechte weer. Paulus komt morgen niet. En mijn zus werd boos, jongen. Wat denkt die knul wel niet? Dan denk ik, knul? Knul? Die hebben het over een man van in de 70. En die noemen wij geen knul. Dat noem ik oncollegiaal gedrag van mijn zus. Ook een keer gehad, had ik met haar afgesproken. We zouden samen gaan klussen ergens. En ik zou er om 1 uur zijn samen met mijn dochter. Nou, mijn dochter is een ongelofelijke treuzelneus. En ik weet dat. Dus ik was 's morgens vroeg al begonnen om mijn dochter te porren van schiet een beetje op, want we moeten naar tante Huppeltjepup. En dan moeten we om 1 uur zijn en moeten we zo en zo laat moeten we uiterlijk in de auto zitten, anders zijn we niet op tijd. Dus dan moeten we zo en zo laat gaan wandelen, dus moet jij zo en zo laat helemaal aangekleed zijn en gedoucht en lalalala. Nou, dat hielp dus allemaal voor geen meter. Dan stonden we op het punt om de deur uit te gaan en dan zegt mijn dochter, ik moet nog even plaffen.
Nou, kortom, een kwartier te laat of zo. Zitten we pas in de auto. Nou, dan zitten we op een rustig punt op de snelweg. Dan pak ik mijn mobieltje. Dat mag helemaal niet, bellen in de auto, weet ik ook wel. Maar als het rustig is op de snelweg en het was een zondag, dus geen hond te vinden, man. Ik bel mijn zus op. Ik zeg, nou, we zitten nu in de auto. En ze zei, oh, hoe laat zijn jullie er dan? Ik zeg, nou, niet om 1 uur. Dat is 1:15 of zo, denk ik. En ze wordt kwaad, jongen. Een schelden. En dan denk ik van, ja, kind. Weet je, zij heeft geen kinderen. En ik dan toevallig wel. En die van mij is een treuzelneus. En dan mij een beetje gaan lopen uitschelden. Ja, ik vind dat oncollegiaal. Punt. En we gingen samen klussen voor het grote geheel. En ik kom daar, ik neem mijn dochter mee. Dat zal wel moeten, die was dat weekend bij mij. Dat was na de scheiding. Dat zal wel moeten, ik neem mijn dochter mee. Ik doe mijn uiterste best en ik verdien geen scheldpartij. Punt. Huh? En dan moet zo iemand maar, in dit geval dan mijn zus, zeg maar even verplaatsen in mijn positie. En dat de scheldpartijen toestanden, dat het niet constructief is. En dat is niet bevorderlijk voor de samenwerking. Anders gezegd, daar kwek je geen vrienden mee. Dat is ook een keer, dat was jaren daarvoor. Er kwam mijn zus kwam op bezoek bij mij. Dat was mijn kind, was toen 1 of zo. En die sliep slecht, jongen. Oh, wat een drama. Het was 1,5 uur sliep ze. En dan was het... Die hel, dat heeft 4 jaar geduurd. Ik stond 's morgens vroeg op mijn werk te tollen van de slapen. Want ja, op mijn werk ging alles door. En we hadden hele grote projecten binnengehaald, dankzij mij. Maar ja, dan moet er wel gewerkt worden. Dus ik werkte 50 uur in de week of zo. En dan slapen, 1,5 uur aan 1 stuk. Dan wakker worden van een krijzend kind. Dan weer 1,5 uur slapen. Dan weer wakker worden van een krijzend kind. Volgens mij gebruiken ze die methodes bij de CIA. Om mensen fysiek, geestelijk te martelen. Je raakt dus nooit in je remslaap. Je komt nooit in een diepe slaap, hè? Oh, man. Je wordt helemaal versuft. Totaal versuffing. Half duizelig, zo. Nou, komt ze bij mij op bezoek. Ik zit in de keuken. Het kind zit ergens een beetje te spelen. En koffie gezet. En een shaggy roken. In die tijd rookte ik nog. En zij komt tegenover me zitten aan de keukentafel. En ik zit helemaal zo... En voor me op tafel ligt de krant en ik laat mijn ogen zo glijden over die krantenkoppen. We hebben allebei koffie en zij zo... Nou zeg, dan kom ik helemaal uit Haarlem en jij zit de krant te lezen. En ik kijk haar aan. Ik zeg, kind, ik ben doodop. Ik zou niet weten waarover ik het zou willen hebben of zo. Je mag best een onderwerp aansnijden, maar ik ben dood en dood en doodop. En zei er nog harder overheen, hè? Nou, zicht het dan! Nou ja, iemand is dood op. En dan ga je ook nog op hem lopen kankeren... dat hij niet even lekker frivol en fris zegt van... Nou, hallo, leuk dat je er bent, maar ik ben dood op, hoor. Dus ik zeg even niks. Je zal het wel aan me merken dat ik dood en dood op ben. Nee, natuurlijk niet, ik ben dood op. Kijk, dat is oncollegiaal van mijn zus. Andere keer ging over de buurvrouw. Ik moest mijn dochter van school halen, maar ik had die ochtend een vergadering in Amsterdam. En de school die ging om 3 uur uit. En ik was om 3:50, 3:55 liep de trein binnen op Arnhem Centraal. En ik denk, oké, snel. Dus ik hol naar mijn eigen flat, hollen, snel lopen, doorwandelen, hoppakee, niet treuzelen. Op mijn flat al mijn spullen. Ik had ook mijn laptop bij me. Mijn allemaal toestanden. Ordners, mappen, zo. Alles gedumpt in mijn flat.
en naar de school van mijn dochter. Daar kom ik aan en ben ik ietsje te laat. Dat klopt. Dus 3 minuten, 4 minuten, 5 minuten te laat, zoiets. Maar op dat schoolplein, daar is een zandbak en er zijn schommels. En als ik mijn dochter, als ik op tijd was, ik was altijd op tijd. Ja, dan zit ik daar om 2:55 te wachten. En dan komt mijn dochter komt om 2:55 of zo, 2:53, komt ze pas naar buiten. En het eerste wat ze gaat doen, is ze gaat schommelen. Ik ging nooit voor 2:50 met mijn dochter van het plein af, hoor. Ja. Nou, ik kom er om 4:55 kom ik aan op het plein. Kan ik mijn dochter niet vinden? Nou, ik voel een lichte paniek. Wat denk ik dat nou? En toen dacht ik van, oh, maar misschien de buren. Want die hebben ook 2 kinderen op die school. Nou, daar speelt ze dan heel vaak mee met die meisjes. Ik zeg, misschien zijn dan... Maar die mensen die wonen dan een beetje ingewikkeld. Die man heeft een eigen huis ook nog. Maar ze zijn niet echt gescheiden of zo. Anyway, ik ging eerst maar naar die plek waar die man dan woonde. Maar daar was niemand thuis. Terwijl die man altijd op dinsdag die kinderen van school haalde. Nou ja, toen we naar die plek waar die vrouw woonde, dat is naast het ouderlijk huis, aangebeld, doet niemand open. Nou, ik terug naar mijn woning. Dat is een kwartier lopen. 10 minuten, kwartier lopen. Ja, zoiets, kwartier lopen. En in mijn woning mijn mobieltje gepakt. Ik was zonder mobieltje naar school gelopen. En bel dan die nummers op, het nummer van die man als eerste. Nou, die neemt zijn mobiel niet op. Oké. Bel ik het vaste nummer waar die vrouw dan, van de woning van die vrouw. En die vrouw neemt op. Dus die was dus thuis, terwijl ik net aangebeld had. Ik zeg, dag. Ik zeg, ja, Perry. Ik ben op zoek naar mijn dochter. Oh, zei ze, die is hier. Die heb ik meegenomen van school. Ik zeg, oh. Ja, zei ze, want jij was er niet. Ik zei, ja, ik kwam eraan. Oh, zei ze, ja, dat wist ik niet. Ik zei, wat nou? Het is toch mijn eigen kind? Natuurlijk kom ik eraan. Ik ben alleen iets later, ja. En hoeveel te laat? Ja, een minuut of zo. 2 minuten. Waarschijnlijk was het zo, toen ik het schoolplein op kon wandelen, dat zij op dat moment met haar kinderen en mijn kind net aan het wegwandelen was. Ja, ze zei, nou, ze zit hier. Ik zeg, ik was net bij jou aan de deur, ik heb aangebeld. Ja, zei ze, was jij dat? Ik zei, ja. Oh, zei ze, ja, ik had geen zin om open te doen. Snap je? Je neemt het kind van een ander mee. Dan wordt er bij je aangebeld. Dan doe je niet open. Dan blijkt dat de vader stond te bellen. Die is nu teruggelopen naar zijn eigen flat, heeft zijn mobieltje gepakt. Die belt jou op. En dan zeg je niet eens sorry. Niet eens zeg je sorry. Ik noem dat oncollegiaal. Dat is... Ik heb er geen woorden voor. Ik was me echt kapot geschrokken. En de moeder van mijn kind was ook op een ochtend. De kinderen van de buurvrouw, waar ik het net over had, die konden niet door hun ouders naar school gebracht worden, want die beide ouders die moesten naar belangrijke dingen of zo. En die moeder had mij gebeld, die dinsdag daarvoor, en gezegd van, kunnen mijn kinderen dan, onze kinderen, met jou mee naar school? En je kind. Ik zei, ja, dat is goed. Dat geef ik door aan mijn kind en aan die moeder van mijn kind. Van, nou, morgenochtend komen die 2 buurmeisjes hier. En dan breng ik het gut naar school. Met als onderliggende boodschap tegen mijn kind van, schiet morgenochtend dus een beetje op. Want we hadden dat vaker gedaan. En dan staan die kinderen al 7:45 op de stoep. Terwijl de school pas 9:45 open gaat. En het is 5 minuten lopen naar school. Maar die kinderen waren dan altijd heel vroeg. Dus dat verwachten dat deze keer ook weer zo te zijn. Dus... Ja, dan hoeft mijn dochter dus niet pas om 8:30 klaar te zijn met tanden poetsen en alles. Maar om 7:45 al. Dus morgenochtend opschieten. Dus op tijd in de keuken zijn voor het ontbijt.
Nou, mijn nek is doorgegeven. Nou, mijn kind was om 7:50 klaar met ontbijten. Dus hup, naar beneden, tanden poetsen in het souterrain. En begin me vast met je jas aan te doen, want die meisjes komen zo. Nou hoor, 7:15 stipt, hup, wordt er aangebeld. Mijn dochter lekker op de stoep. Ik lap ook even mee, die twee meisjes daar, hartstikke druk, lalala, de dag gaat beginnen. En ik zeg even hallo en ik draai me om, om naar binnen te gaan. Ik stond op mijn kousenvoeten, want ja, we gaan natuurlijk niet naar school. De school gaat pas om 8:50 open. En ik had nog dingen te doen. Maar die kinderen mogen lekker op de stoep gaan kletsen. Nou, zie maar wat je doet. Mag ik even binnenkomen, vind ik ook best. Maar naar school lopen, dat doen we 8:30, 9:55. Dan zijn we prima op tijd. Want het is maar 5 minuten lopen namelijk. Dus ik loop naar binnen. Om mijn jas te pakken, mijn schoenen aan te doen en dingen met de poes even te regelen. En dan allerlei klusjes nog even voordat je de deur uit kan. De moeder van mijn kind had ook allemaal rotzooi in de algemene ruimte nog neergezet. En dat ze al dagenlang stond dat daar. Ik denk, dat zet ik ook maar even binnen neer, want dat mag helemaal niet. Niet de bedoeling als iedereen dat gaat doen. Ja, dat is oncollegiaal van die moeder van mij om in de algemene ruimte privé troep te zetten. Dat moet je niet doen. Hebben de buren last van. Dat is oncollegiaal. Dus ik zet het allemaal netjes de huppakee binnen. Ik doe mijn schoenen aan, jas, check, check, check. Sleutels bij me. Mobieltje bij me voor het geval een klant al gaat bellen. En ik loop naar buiten om 8:30. Is de stoep leeg. Kinderen weg. 3 kinderen. Pleiten. Ik schrok me kapot. Ik wist echt niet waar ik het zoeken moest. Dus ik strek mijn nek en ik kijk zo in de rondte van zijn ze dan die straat ingelopen. Zitten ze daar ergens te spelen? Ja, ze kunnen het ook wel anders gedaan hebben. Maar ik kon ze helemaal niet zien. En ik kijk in de straat richting de school en ik zie heel in de verte zie ik iets en het lijkt op de sjaal van een van die buurmeisjes. Die had zo'n rood-wit geblokte sjaal. Ik zei, oh. Nou, ik loop er maar richting school dan naar, hè. En dan kom ik aan op school en ik ga naar de eerste verdieping waar het klaslokaal is van ons kind. Daar staat de moeder van mijn kind bij de deuropening. Dus ik naar die moeder toe en ik vraag met hele grote verbaasde ogen. Wat doe jij hier? Ik zou die kinderen toch naar school brengen? Het was mijn ochtend. En die moeder tegen mij. Wat bleek nou? Zij moest naar de werk. En net toen ik naar binnen ging, kwam zij vanuit het tuinpaadje naar voren. En toen zag ze die kinderen dus kletsen. En ze merkte dat ik binnen bezig was. En toen heeft zij die kinderen naar school gebracht. Ja, zei ze tegen mij, jij bleef zo lang weg. Ik denk, ik breng die kinderen wel even naar school. Oncollegiaal gedrag. Niet alleen op het werk door vrouwen, nee, ook in de privésfeer. Puur oncollegiaal. En hoe moet je dat repareren? Ik zou het niet weten. Hoe moet je vrouwen gaan uitleggen dat je dat soort dingen helemaal niet moet doen? Hoe moet je mijn zus uitleggen? Dat je, als er iemand van in de 70 en het is hartstikke slecht weer en ja, dat je een professioneel grafisch ontwerper, die jij dus niet kan betalen van je inkomen. Ja, want zo'n grafisch ontwerper, €70 per uur. Ja, dat kan ze niet betalen. Een ontwerp maken, dat kost je rustig 3, 4, 5 uur. Nou, ze heeft geen honderden euro's over voor alleen het ontwerp. Hoe moet je dat mijn zus uitleggen? Ja? Ik zou het niet weten hoor. Zo. En hoe moet je dat die buurvrouw uitleggen dat je niet zomaar het kind van een ander mee naar huis kan nemen? Dus zij heeft toch ook een mobiel telefoon dingetje? Ze kan toch ook eventjes bellen naar mijn mobile? Van, oh, je spreekt met de buurvrouw, ik heb jouw kind hier in huis. En trouwens,
Liever heb ik dat ze me belt en ze zegt van nou, jouw kind wil graag bij mij spelen. Vind je dat goed? Je gaat dan niet zomaar het kind van een ander mee naar huis nemen. Half gebakken appeltaart dat je bent. Toch? Ik ben dan lang niet meer boos op die buurvrouw. Ik ben blij dat het mijn vrouw niet is. En ik ben ook niet meer boos op de moeder van mijn kind. Ik ben blij dat ik gescheiden ben van dat mormel. Want met dat soort oncollegiale mensen wil je je leven niet delen. Punt. Ook zo'n vrouw in de buurt was dat. Een vrouw alleen. Nou, ik kan het me goed voorstellen. Een vrouw alleen met een uitkering. En een leuke woning van de gemeente toegewezen gekregen. Die woning is één grote puinhoop. Want ja, ze heeft geen baan, dus ook geen tijd om de woning op te ruimen, natuurlijk. He? Dat snap je wel. Voor die vrouw allerlei klusjes moeten doen. Dat was dan allemaal geregeld via de moeder van mijn kind. En die was dan zoiets als kind aan huis bij ons. En als mijn dochter jarig was, nou, dan kwam ze ook hoor. Als er wat anders was, nou, dan kwam ze ook. Dan hadden we zo'n verjaardag van mijn dochter. En dan moet je weten dat ik dan 's morgens om 9:30 liep ik al op straat. Boodschappen doen. Hè? En er moest van alles gebeuren. Hè? Er komt de familie, kennissen, vrienden, buren. Rustig een mannetje of 30 of zo. Komt er uiteindelijk over de vloer. Waarvan een groot deel graag ook wat wil eten. Ja, er moet wel even eten gekookt worden en alles voor tientallen mensen. Ja, wie deed dat? Ja, niet Sinterklaas, dat deed ik. Dan gaat om 3:00 smiddags de deur als het ware open. Want dan mochten de eerste gasten komen. Nou, die kwamen dan ook stipt om 2:55, 2:50 kwam mijn schoonfamilie. Met een mannetje of 5, 6. Nou, en dan begint het grote feest, hè? En dan loop je de godganse tijd, dat vind ik niet erg, het is allemaal gezellig. Hè? Dan loop je heen en weer te sjouwen met glaasjes dit en bordjes met dat. En dan gaat de voordeurbel weer en dan moet er weer hallo gezegd worden, jas aangenomen. Onderwijl gaan de bovenburen, het is een bouwbedrijf, gaat lekker door met de centrale verwarming aan te leggen. Nou, ze hebben genoeg pijpen bij zich, zo te horen. En dan gaat het zomaar door, gaat het maar door. En dan om 9:00, 9:15, poepoe, nou. Iedereen is weer naar huis. Dus dan daalt de rust neder op de woning. Het kind ligt lekker in bed. En ik zit dan in de keuken met de moeder van mijn kind even uit te blazen. En zij, zo iemand uit de buurt, die zat er nog. Hè? En die begint even lekker te kwebbelen. Want ze kon altijd heel goed kletsen. Die heeft niet echt een dialoog nodig. Die heeft alleen iemand nodig die het allemaal aanhoort. En zij vertelt wel allerlei dingen. Dus die begint te kwebbelen, jongen. En ik zeg tegen haar, ik noem haar voornaam. Ik zeg tegen haar van, goh, het feest is voorbij. Waarop zij zegt, ja, dat zie ik. Maar ik vind het nog wel gezellig. Ja, 12:00 daarvoor liep ik over straat met een lege boodschappentas. En een grote lijst bij me met allemaal spullen die ik moest hebben. Ja. Dus ik ben al 12:00, nou, niet in één stuk of zo. Ik kan ook tussendoor even zitten om even een praatje te maken met deze of gene. Maar 12:00 lang ben ik bezig met dat feest. En nou is het mooi geweest. En iedereen is naar huis. Dus die mevrouw uit de buurt, die gaat dan ook lekker naar huis, dacht ik. Hè? Nee, ik vind het nog wel gezellig. Toen heb ik haar weg moeten sturen. Dat vind ik oncollegiaal. Dat was ook met de moeder van mijn kind. Nou, zij had dan problemen met haar leven en de relatie en alles. En ontevreden en kankeren de godganse tijd. En een relatietherapie. Nou, toen waren we klaar met de therapie. Die dag dan, hè. En ik had haar gehaald van haar werk om naar therapie te gaan. Dat was helemaal in Brummen. En ik stap dus met haar in de auto. Ik zou rijden. En ik pak als eerste mijn mobieltje om te kijken of hij gebeld was. En het was zo.
Patrick had gebeld. Van een hele grote account van mij. Dus ik bel Patrick terug en ik zeg, hey Patrick, what's up? En hij zei, ja, er is iets mis met de prijslijst. Ik zei, oh. Zo, oh. Ja, zei die, blablabla, dat klopt niet. Er is iets misgegaan. Ja, zei Patrick, en dat is heel vervelend. Want nou, niet dat het daar telefoontjes regende, maar er belden wel mensen. En, ja, er klopt iets niet. Toen zei ik tegen Patrick, ja, ik kan nu niks doen. Ik zat in Brummen in de auto. Zeg maar zo dadelijk, over een half uur of zo, ben ik bij mijn kantoortje. Dan kan ik inloggen en dan kan ik even kijken wat er aan de hand is. En heb ik het waarschijnlijk binnen een kwartier opgelost. Oké, zei Patrick, nou, ik wacht op je. Ik zeg, goed zo. Nou, dan zeg ik tegen de moeder van mijn kind dat ik anders dan normaal, want normaal gesproken bracht ik haar dan terug naar waar ze moest zijn. En dan reed ik naar mijn kantoor. Ik zei, nou, deze keer draaien we dat om. Want als we de stad binnenkwamen, reden we langs mijn kantoortje. Ik zei, als we de stad binnenkomen, Arnhem, en dan parkeer ik gelijk de auto bij mijn kantoortje. Dan ga ik gelijk naar binnen, ga ik programmeren. En jij moet dan naar huis lopen. En dan moet zij, het is het kwartiertje lopen, 10 minuten of zo. Hè? En zij, nee, je zet me maar af. Ik zei, ja, daar heb ik geen tijd voor, want ik heb een urgent probleem. Nou, zei ze, dat interesseert me helemaal niks. Maar ik ga toch echt niet 10 minuten lopen, hoor. Jij zet me maar af voor de deur. En dan moet die klant maar even wachten. Oncollegiaal. En of ik die vrouwen nou aantrek als een magneet? Nou, in ieder geval van die buurvrouw toch niet. In ieder geval van mijn zus toch niet. Want mijn zus, die heb ik niet aangetrokken, die heb ik gewoon gekregen. Hè? Ja, toch? Niet dan? Ja, de moeder van mijn kind, ja, die is op mijn pad gekomen. Dat zal aan mij gelegen hebben. Maar puur oncollegiaal. En is dat leuk? Nee, helemaal niet. De oncollegialiteit, daar kan je niet mee omgaan. Daar word je knettergek van. Daar word je ernstig teleurgesteld van. Daar word je helemaal kriebelig van. En kan je dat repareren? Nou, volgens mij niet. Dus dat zal ik ook de volgende keer dat mijn dochter weer hier is. Dat is over 1,5 week of zo. Zal ik haar deze beschouwing aan haar doorlepelen? En als je wat wilt doen aan een gelijke beloning voor man en vrouw, ja, doe wat aan collegialiteit vanuit vrouwen. Hè? Want oncollegiaal gedrag, dat is, in de maatschappelijke omvang wordt dat niet gewaardeerd. En op het werk ook niet. Dus, ja. En dan heb je als vrouw, als je een telefoniste, receptioniste bent, ja, dan heb je weinig aan collegiaal gedrag. Je moet de telefoon opnemen en je moet, als de mensen binnenkomen, dan moet je even bellen. Ik heb een afspraak met meneer Derksen. Dan moet je even Johan Derksen even bellen. Dan zeg je, Johan, ik heb hier een meneer voor je aan de balie. Oh, zeg hem maar dat ik eraan kom. Nou, dan zeg je tegen zo iemand, nou, u kunt daar gaan zitten en wilt u een kopje koffie? Nou, dan moet je koffie inschenken en dan wachten tot Johan komt. En die neemt hem dan mee. Dan heb je, nou, dan mag je zo oncollegiaal zijn als dat je wil. Want je hebt toch met niemand wat te maken. Maar als je in een team gaat werken, met dit soort gedrag, daar kom je niet meer weg, man. Serieus niet, hoor. Dat is geen grapje. De moeder van mijn kind die had een keer geregeld dat ze zou iemand die zou spullen komen brengen. En ze had met die vrouw afgesproken dat die €70 zou krijgen bij aflevering. En die vrouw staat 7:45 aan te bellen. Ik word helemaal niet van tevoren verteld dat die vrouw überhaupt komt. Ik doe de deur open. Nou, er staat iemand die ik helemaal niet ken.
Die heeft twee plastic tassen bij zich waarvan ik niet weet wat erin zit. Want ik weet van helemaal niks namelijk. Nou, ik roep de moeder van mijn kind. Die komt erbij staan en die zegt van, oh ja, ja, die zijn de spullen. Ja, ja. Nou, die neemt die spullen in ontvangst. En die kijkt naar mij en die zegt, mag ik 70 euro? Ik zeg, nou, ik heb geen 70 euro. Ja, ik ben toch de fucking Rabobank niet. Wat is dat nou? Ik ben geen pinautomaat. En wordt die moeder van mijn kind kwaad? Ja, maar ik heb 70 euro nodig. Ik heb 70 euro nodig. En die vrouw met die spullen, die kijkt ook heel kwaad naar mij. Ja, ik heb afgesproken dat ik 70 euro zou krijgen. En ja, zo te horen, moet jij dat dan geven? Ik wist helemaal van niks. Ja, en de moeder van mijn kind heeft een fulltime baan, 32 uur in de week. Bij een hele officiële instantie hier in Arnhem. Nou, ik ben blij dat ik haar collega niet ben. Ik heb er medelijden mee met die collega's. Maar die zitten daar mooi mee opgescheept. Want ga er maar vanuit dat het gedrag wat die moeder van mijn kind thuis flikte bij mij. En dat doet ze op de werk ook. Waarom niet? Waarom zou ze op haar werk wel collegiaal zijn? Dan zou het pas echt schandalig zijn. Dat je wel collegiaal bent als je ervoor betaald krijgt en niet collegiaal bent als het gaat om de vader van je kind. Binnen je eigen gezin. Nou, het is niet zo hoor, want ik heb collega's gesproken van de moeder van mijn kind. En die wist ik helemaal niet dat het collega's waren, maar dat bleek dan. Op twee verschillende gelegenheden kwam ik die vrouwen tegen. Die kregen helemaal hele grote ogen toen ze hoorden dat ik getrouwd was geweest met die persoon. En toen ging er een beerputje open, hoor. Nou, die had op de werk ook van dat soort geintjes geflikt. Nou, de collega's laten zakken. Ja, ik had geen tijd. En dan niet zeggen, hè? Maar niet even doorgeven, want ik heb dat en dat beloofd, maar dat gaat hem niet worden. Nee, natuurlijk niet. Dat houden we lekker voor onszelf. En we zien vanzelf wel dat het in de soep loopt en dan lullen we ons er wel uit. Ik denk dat de vrouwen in mijn omgeving, laat ik het dan zomaar zeggen, die hebben nog een lange weg te gaan als het gaat om collegialiteit. Want dat bepaalde dingen, die hoor je niet te doen. Je hoort rekening te houden met een ander. De godganse tijd. En dan zijn er ook mannen hoor, die flikken je ook van alles. Maar niet in die mate in mijn omgeving. Over de afgelopen jaren dat ik wel bewust aan het samenwerken ben en samen dingen doe of zo. Met mannen heb ik veel betere ervaringen. Neem Wim Kruidentuin. Hij was verantwoordelijk voor een meisje van. Mijn dochter was toen 10. En hij had een soort pleegkind en die was 11. Nou, we zijn in 2010, 2011, 2012, 2013. We zijn 4 keer op vakantie geweest met die meisjes. Geen enkel probleem, hè? Tussen mij en Wim. Helemaal niks. En dan moet je weten dat het regelen van een vakantie, ik weet niet of je dat gedaan hebt, maar met je zei, je eigen op vakantie, dat heb ik met Wim ook gedaan. Ja, dat stelt geen drol voor, natuurlijk. Gingen we lekker naar de Ardennen met z'n tweeën en ja, allebei neem je wat geld mee, een paar schone onderbroeken en een reserve spijkerbroek voor als het regent. En that's it. Allebei de laptop mee. Maar als je met meisjes op vakantie gaat, met kinderen, ja, dan moet je om dit denken, dat denken, zus, zo, bewopen. Die kinderen moeten bezig gehouden worden. Nou, dat is een Wim en mij. Gewoon als collega's. Zo makkelijk. Wij spraken bijvoorbeeld niks af. Dat bleek vanzelf wel. Het bleek dat Wim 's morgens vroeg, dan was hij niet echt.
Toen dacht ik van, nou oké, okay, dan doe ik wel ontbijt. Dus s'morgens om, heel erg vroeg, die meisjes wakker. Ja, die dronken geen alcohol, rookten geen wiet. Dus die waren s'morgens om 7:30 of zo. Nou, dan ging ik ook opstaan. Ik deed ontbijt met die kids. Gewoon wat ze lekker vonden. Gebakken eieren met spek, alsjeblieft meisjes. En dan van die vette, hete koffie zetten. Want Wim houdt van hele hete koffie. Nou, dat wist ik dan toch. Nou, dan maakte ik van die meisjes lekker het ontbijt op. En dan maakte ik van die vette, hete koffie voor Wim. Geen melk erin, want dan koelt hij vanaf. En dan wel een schepje suiker. En dan Wim zijn slaapkamer binnen. Een grote mok met van die bloedhete koffie. En Wim zo, dankjewel. En dan ging ik met mijn koffie, waar lekker een scheut melk in zat, ging ik naar mijn bedje. En lekker zitten, en dan koffie drinken en nog even een tukje doen. Ja. En het avondeten, ja, dat deed Wim. En we gingen samen boodschappen doen en avondeten deed Wim. En Wim vond autorijden hartstikke leuk. Dat vind ik ook leuk, maar hij vond het echt heel erg leuk. En ik kan ongelooflijk goed kaart lezen. Nou, dat is toch simpel. Ik de kaart en Wim het stuur. Klaar. En ik weet nog wel dat we om 12:00 smiddags een groot avontuur. Die meisjes die wilden naar een warm waterzwembad. Festijntoestand, tropisch dinges, weet je wel. Nou, we zitten om 12:00 smiddags in de auto. En Wim zei van, nou, jij hoeft toch niet te rijden. Dus, je kan wel een biertje pakken, hoor. Kijk, dat is collegiaal, hè. Dan zit ik lekker naast Wim in de auto met de kaart en een 0,5 liter van het heerlijke Belgische bier. En dan weer maaspils of zo. Een beetje zoet, je moet ervan houden. Ik lekker biertje. En dan perfect. Ja, Wim, je krijgt zo dadelijk een kruising en ik denk dat er stoplichten zijn. Nou, dan had ik ook weer gelijk, hè. Ja hoor, bij de stoplichten. Ik zei, daar moet je rechtsaf. Alles klopte, altijd. Ja. Dat is toch de perfecte taakverdeling? En dat komt omdat Wim en ik, wij zijn collegiaal. Dus we hoeven niks af te spreken, we hadden ook helemaal geen werkoverleg of zo. Nee. We zagen allebei wat er moest gebeuren. En als we zagen dat er iets moest gebeuren en dan ging een ander ging het al doen. Nou, dan hoefde jij niks te doen. En dan een andere keer, dan zag ik dat er iets moest gaan gebeuren. Dan ging ik het gelijk doen en Wim zag dat er iets moest gaan gebeuren. Maar ik deed het al. Dus dan deed Wim niks. En we deden allebei dingen. En dat maakte ons geen biet uit wie er wat deed. Wij deden allebei dingen. Nou, geld, dat hielden we dan in de gaten. Maar ook al maar zo'n beetje ongeveer, hoor. Niet dat we iedere euro om gingen draaien. Want de een betaalde dit, de ander betaalde dat. Een beetje, Wim kan heel goed hoofdrekenen, ik ook. Dus het was, ja... De ene dag betaalde Wim de boodschappen en de andere dag deed ik dat. Ja. Zoiets. En dat ik zo'n donkerbruin gevoel had, ik iets minder gepind dat dan hij had. Dan hij. En op de laatste vakantiedag kocht ik nog een stapel sterke drank. Dat is heel goedkoop, daar in Luxemburg waren we. En dan gaf ik 2 flessen aan Wim. Ik zeg, hier, volgens mij staan we nu kiet. En Wim kijkt naar die 2 flessen sterke drank en zegt, oh, ja, volgens mij ook. Kijk, dat is collegiaal gedrag. Kunnen vrouwen nog een puntje aanzuigen? En of ze dat gaat lukken? Ja, de tijd zal het leren. Het is tot nu toe niet geschied. Ja, dat wil niet zeggen dat het niet kan. Zie? Nou, en dan zeg ik heel erg officieel op zijn hamburgers. Tjus! En dag lieverds. En ook dag lieve vrouwen.